Ik heb geen glazen bol en ik ben zeker geen weerdeskundige. Maar we gaan ervan uit dat het voor maximaal een paar weken is. De grote hoeveelheid neerslag die de komende dagen niet alleen hier, maar ook in Zwitserland en Duitsland valt, zorgt ervoor dat het waterpeil in de Nederlandse rivieren hard stijgt. En daarom worden op verschillende plekken in de provincie maatregelen genomen. Sinds gisteren stijgt het water in de grote rivieren en de piek zal naar verwachting begin volgende week worden bereikt. De waterstand van de Rijn zal dan maximaal 13 meter zijn. Extreem hoog water is het niet, maar verhoogd is het wel. En dat zal ertoe leiden dat de Rijnkade in Arnhem onder water loopt. Voor het zover is, worden er voorzorgsmaatregelen genomen. Er liggen 8 opvangschepen voor vluchtelingen en voor Oekraïners. En de verwachting is nu dat maandag het water dermate hoog is dat de lage kade mogelijk onder water komt staan. En dat is de reden dat we de schepen gaan verplaatsen naar een andere plek. De in totaal 1400 bewoners verhuizen tijdelijk van de Rijnkade naar de Nieuwe Havenweg. Zodra het water weer zakt, varen de schepen weer terug naar de Rijnkade. Ik heb geen glazen bol en ik ben zeker geen weerdeskundige. Maar we gaan ervan uit dat het voor maximaal een paar weken is. Het is echt afhankelijk van hoeveel water er valt, vooral in Duitsland. Ook Waterschap Rivierenland onderneemt actie tegen het verhoogde waterpeil. Bouwmateriaal en machines worden weggehaald van bouwlocatie Pannerling in de Uiterwaarden bij Doornenburg. De verwachting is dat morgenavond pas hier de boel blank gaat staan en met name waar we nu naartoe kijken naar de bouwkuip, dat het een weekje wat hoger blijft. En dan hopen we dat we daarna weer aan de gang kunnen.